En wel, dames en heren, voor u staat een trotse vader. Ah, en hoe komt dat, manneke? Ons Magda en ik hebben gisteren bezoek gehad van juffrouw van de Wielen. Juffrouw van de Wielen? Ja, dat is de juffrouw van onze Kevin. Ah, de kleinste. Oh man, die heeft een derrière waar je een hele gamma-winkel op kunt eten. Ja, Theo, dat heet hem van zijn moeder, hè. Maar niet, Leon, ik heb het over juffrouw van de Wielen, hè. Ah, ja, maar ik ook. Zeg, en wat kwam die doen, die juffrouw van de Wielen? En testen op zijn huug-IQ. Zijn huug-IQ? Ja, zegt die juffrouw van de Wielen, ik denk dat de Kevin van het tweede misschien direct naar het vierde kan gaan. Dat meende je niet, hè, Theo? Dat meen ik zeker, Leon. Zegt die juffrouw van de Wielen, we gaan de Kevin eens testen. Ik heb hier een paar intelligente vraagjes die hij binnen de 5 seconden zou moeten kunnen beantwoorden. Ja. En dan zullen we wel zien. Amai. Ja, zegt ze, Kevin, waarvan heeft een koe er 4 en ik er 2? Zou je dat nou serieus, Theo? Zegt die kleine, benen. Ja. Zegt ze, Kevin, wat heb jij van boven in haar broek zitten en ik niet? Wat, Theo? Ja, zegt die kleine, zakken. Ja, dat is juist. Vraagt ze, wat gaat er hard en stijf de mond in en komt er slap en zacht weer uit? Maar dat kan toch niet, Theo? Ja, zegt die kleine, een tuttefruit. Zegt hij, ja. Ja, Leon. Zal hij die kleine niet onmiddellijk naar de universiteit sturen? Waarom? Ik zat er bij al die vragen volledig neffen, hè.